je volgende oefening krijgt, beduid ook weer aan. Linkerlid, rechterlid. Uw onbekende term is min 2x. En uw bekende term is 16. Je moet dan van uw min 2x naar 1x geraken. Je hebt al geleerd, maal 2 moet je gedeeld door 2 doen. Dan krijg je min 1x over. Je moet hier ook gedeeld door 2 doen. En dan krijg je 16 gedeeld door 2 is 8. En als die min x is 8 staat. Min, wat betekent dan weer tegenstelde van? Dus ga je tegengestelde nemen. Dus van min 1x gewoon naar 1x of gewoon x. Tegenstelde van 8 is min 8. Dus uw antwoord is min 8. En je bent klaar. Je kan dat natuurlijk ook een stukje sneller doen. In plaats van dat je dan deelt door 2, kan je delen door min 2. Dat kan natuurlijk ook. Want min 2 gedeeld door min 2 is plus 1. Maar dat leer je in het volgende hoofdstuk. Dus vandaar doen wij het nu eventjes op deze manier.